Je moet begrijpen wanneer het een goed punt is om wel en niet in te stappen. En of dat... de trend nou opgaand is, of de trend nou neergaand is, of je in een range zit, het maakt niet uit. Je moet in de basis begrijpen wanneer een entry wel en niet toegestaan is. Hey, welkom bij Upcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over daytraden. Iedereen die in aanraking komt met traden, iedereen die in aanraking komt met investeren zelfs, die hoort over daytraden. En ze vinden het allemaal prachtig en ze vinden het allemaal mooi. Maar wat is daytraden nou eigenlijk? Wat houdt daytraden nou eigenlijk in? Dat is het ook gewoon. Ik denk ook gewoon de meeste mensen die met daytraden in aanraking komen, dat zijn toch wel beginners. Mensen die net nieuw zijn, die net komen kijken. Terwijl voor een beginner is daytraden scalpen helemaal niet het eerste waar je aan zou moeten denken eigenlijk. Ik denk het niet. Nee, in eerste instantie voor beginners is het gewoon veel fijner en veel relaxter om gewoon lekker te gaan swingtraden. Ja. En alles op de lange tijd, grote tijdsframe beter pakken. En daar heb je zoveel meer rust en overzicht. En iedereen wil actie, 28 beeldschermen erin, eruit, heel de dag, boom, bam. En dat is wat ze ervan verwachten ook. Hè? Maar zelfs scalpen en daytraden is dat niet. Nee, maar dat is hoe de mensen lekker gemaakt worden. Ja. Dus dat hele flitsende. En maar dat komt toch een beetje ziet de advertenties voorbij komen. Oké, daytraden, dit en dat. Komt toch een beetje voort uit media en films. Een beeld wat gecreëerd wordt. Wat is daytraden of scalping? Dat is natuurlijk nog een stapje kleiner. Dat is gewoon posities niet lang open laten staan. Dat is het enige eigenlijk wat het betekent. Ja, daytraden is gewoon letterlijk wat het is. Net als wat we bij een stoploss zeggen, dat is stop het verlies. Ja. Daytraden is dagtraden. Ja. Dus je treedt die dag en daarna is het klaar. Ja. Je zorgt ervoor dat je die dag de positie die je geopend hebt in feite sluit. Het liefst wel. Het liefst. Vooral ook volgens onze methode hoeft het niet, maar je gaat er gewoon vanuit. Daytraden is gewoon meerdere trades per dag, kleinere trades. Je maakt veel transacties, de winstmarge is meestal... Je maakt veel minder winst. Ja, de winstmarge is ook meestal wat kleiner vergeleken met een swingtrade natuurlijk. Maar dan denken de mensen al die geïnteresseerd waren in daytraden, als ik minder winst maak, ja, dan ga ik dat dan niet doen. Ja, maar je maakt daarentegen ook veel meer volume, je treedt veel meer. Dus het vraagt een iets andere benadering inderdaad. Goed, wat heb je nodig als je wil gaan daytraden naast het feit wat daytraden inhoudt en wat het is? Sowieso geduld. Ja. Dat staat bij alles bovenaan. Of je nou aan het investeren bent, beleggen, daytraden, swingtraden, maakt niet uit. Geduld is iets wat bovenaan je lijstje moet staan. Voor wat betreft daytraden en scalpen is het vooral belangrijk ook dat je tijd hebt. Ja. Niet alleen de tijd hebt en tijd maakt om het te leren, want je bent daar serieus ook wel even zoet mee, wil je het onder de knie hebben. Maar je moet er ook echt tijd voor hebben om het te doen. Want een daytrade is niet iets, oké, ik zet hem open, tik, oké, weet je wat ik doe? Ik ga even boodschappen doen. En dan kom ik daar terug en dan kijk ik wel. Nee, dat is het niet. Je moet echt bij de knoppen blijven zitten en je moet de actie in de hand hebben gewoon. Maar dat is ook gewoon, de reden waarom wij soms daytraden niet gelijk aan beginners aanraden. Daytraden is niet moeilijker als swingtraden. Het is niet moeilijker, maar je hebt misschien net iets meer discipline nodig, iets meer geduld. Daytraden kan je snel leren, maar het duurt lang om te perfectioneren. Ja, en dat is iets heel anders. En dat zien we toch dat bij heel veel mensen, ja, die vinden het in het begin nice, gaan ze een weekje daytraden, gaat het helemaal mis en doen ze het nooit meer. In een paar uur kunnen wij de basis van het traden gewoon makkelijk uitleggen. Alleen in een paar uur kan jij niet traden. Niet leren traden. Het is echt niet zo als iemand een paar dagen met jou gaat zitten. Ja. En die gaat jou een paar dagen laten zien wat hij doet en hoe hij dat doet. Dat wil niet zeggen dat jij dat na een paar dagen kan. Nee, je weet na een paar dagen wat je wel en niet moet doen. Je gaat dan op een gegeven moment leren. Als je het vergelijkt met autorijden. In 2-3 lessen weet je wel hoe je moet schakelen en sturen. Jawel. Maar dat wil niet zeggen dat je kan rijden. Nee, dat je autocoureur bent. Dat kost je, mijn rijinstructeur zei altijd of 10 jaar of 100.000 kilometer. Dan kan je zeggen, je kan autorijden. Ja. En hetzelfde geldt voor traden. Je moet je sporen hebben staan op de exchange. Je moet daar echt wel lange tijd mee bezig zijn. Wil je alles gewoon vloeiend begrijpen, kunnen invoeren, kunnen implementeren. En dat is wat het meeste tijd kost. En dat is het grootste verschil tussen daytraden en swingtraden. Bij swingtraden heb je gewoon iets meer de tijd om je te oriënteren op de trade die eraan zit te komen. Maar bij daytraden moet het pap. Weet je? Ja. Dus jij moet al weten wat je doet. Plus nog een kleine side note. Als je kijkt naar swingtraden of lange termijn traden, positietraden, heb je toch wel een stukje te maken met fundamentals. Mm-hmm. Als je bezig bent met daytraden en scalpen, heb je
helemaal niks te maken met fundamentals. Je bent puur technisch met de chart bezig. Ja, en dat is dan misschien wel weer een voordeel. Wij zijn echt ook puur technische traders. Ik voel me daar ook gemakkelijk bij. Een chart leidt niet, weet je. Een chart laat gewoon de koers zien die er is. Meer niet en niet meer en niet minder. Daarop kan je veel makkelijker traden dan dat je laat afleiden door nieuwsberichten. Of weet ik veel, deze coin gaat moon of zo. Ja. Ik denk dat dat wel misschien een voordeel is. Als jij puur daytrade en je kijkt alleen maar naar die technische analyse. Dat doen wij voor swingtraden ook, maar daar gaat het even niet om. Het leidt minder, het geeft minder afleiding, het geeft minder ruis. Ja, en dan is natuurlijk ook een veel voorkomende vraag als we het hebben over daytraden, als we het hebben over scalpen. Hoeveel kan je nou verdienen dan met dat daytraden en met dat scalpen? Nou, in de basis, je kan daar sowieso geen prijskaartje aan, want dit kan je verdienen als je dit kan. Dat kan sowieso niet. Maar wij laten wel zien, bijvoorbeeld met de 1% challenge, dat het echt wel mogelijk is. En dan hoeft het niet eens elke dag, maar dat je gewoon dagelijks, tussen haakjes, een procentje kan pakken met daytraden en met scalpen. Dat is prima haalbaar. En dan denken mensen, ja, een procent, waarom zou ik dan stoppen bij een procent? Ik wil er 4, 5, 6 per dag. Als jij kan zorgen dat je iedere dag je procent draait, en nogmaals, tussen haakjes iedere dag, al zou je dat 20 dagen in de maand doen, is dat ook al super. En je kan dat structureel, na een x aantal jaar, maanden geleerd te hebben, structureel volhouden. En je doet dat 2, 3 jaar. Nou, dan heb je een gigantisch resultaat met een accountje. Al zou je beginnen wat wij ook laten zien met $1000. Dan ben je klaar al. Dan ben je klaar. Ja. En dat is de kracht die mensen onderschatten. En neem de tijd daarvoor. Probeer niet te rushen. Ja, probeer dan niet denken mensen weer, nou, dan ben ik dus na 3 jaar rijk. Ja. Nee, je moet niet de focus leggen op hoeveel geld ga ik dan en dan verdienen. Al zou het met 10 jaar zijn dat je een serieuze rendement hebt opgebouwd. Dat is toch super nice dan. Ja. Dat is al een gigantisch mooi doel. Dat is het ook. Als we dan globaal kijken naar, wanneer moet ik aan- en verkopen? En dan hebben we het niet over exact een entry of een exit. Maar wanneer moet je in de basis een aan- of verkoop doen? De mensen hebben überhaupt al geen idee van wanneer ze moeten kopen. En dit is dus echt de meest basic uitleg die er is. Dat is gewoon, ga de sinus een beweging treden. En dat is zo simpel. Dit is wat een koers doet. En ik heb hem natuurlijk heel erg... Dit zie je natuurlijk normaal niet. Het enige wat je hoeft te doen als daytrader... En als daytrader... Dat is nog wel één klein dingetje wat ik wil aanhalen. Daytraden floreert of gaat juist goed bij mensen die long en short gaan. Als je alleen maar long gaat, dan beperk je jezelf. Je moet beide kanten op durven treden. Want je zit in de kortere acties. Ja. En dat is... Je kan... Als jij 10, 15 trades per dag maakt, zijn het niet allemaal longs of allemaal shorts? Nee. Zelfs moet je in een opgaande trend zijn het longs en shorts. Als jij alleen maar long gaat, dan beperk jij jezelf al met de helft van de trades. Ja. Dan heb je gewoon minder kansen. Ja, absoluut. Het enige wat je hoeft te weten is dat je in de sinusbeweging dat je aan de onderkant long gaat en aan de bovenkant short gaat. Meer hoef je niet te weten. Dit is waar de beste trade ligt, altijd. En als je dit al snapt, dan ben je al zoveel verder als de rest. Dus je hoeft niet bij een uitbraak te gaan traden. Je hoeft niet ergens in het midden in te gaan stappen. Maar hetzelfde geldt voor een opgaande trend. Aan de onderkant ga je nog steeds long. Ja. En aan de bovenkant ga je nog steeds short. Het enige wat je doet, is die sinusbeweging veranderen. Ja, dus en dat stappen heel veel. Hoe vaak wij het ook uitleggen. Is zo. Maar daarom denk ik, ik haal hem ook aan. Want mensen denken, ja, heel simpel zo. Maar zo ziet de prijsactie er niet altijd uit in een range. Nee, klopt. Maar je kan die range ook gewoon kantelen. En dan is het nog steeds aan de bovenkant short en aan de onderkant long. Daar verandert niks aan. Dit is gewoon een simpel basisprincipe die je gewoon moet begrijpen. Maar dit is ook een basisprincipe wat werkt. Ja. Dus als je die basisprincipes voor jezelf in kaart kan brengen, dan heb je al zoveel stappen voor op de rest. Je moet begrijpen wanneer het een goed punt is om wel en niet in te stappen. En of de trend nou opgaand is, of de trend nou neergaand is, of je in een range zit, het maakt niet uit. Je moet in de basis begrijpen wanneer een entry wel en niet toegestaan is. Prijsactie. Kijk. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Druk op het duimpje, dat rankt de video weer wat hoger in YouTube en is voor ons een blijk van waardering. Druk je op het belletje, krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug naar www.dopeycash.nl. Daar vind je onder andere ons Discord kanaal, ons leerprogramma, ons supportlinks. Alles vind je uiteindelijk terug op de website. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later.